koploper Jong Heracles speelt op maandagavond tegen Jong NAC. Publiek in Almelo hoopt in ieder geval op een leuke wedstrijd natuurlijk. Want er staan nogal wat namen in de formatie van met name René Kolmschop bij Heracles dus. Met bijvoorbeeld doelman Dennis Telgekamp. En dus is het niet zo gek dat de eerste grote kans hier voor Jong Heracles is. Het is Heerkes die doorzet. De man die de corner neemt schiet uiteindelijk tegen de paal. Daar heeft NAC dus geluk in de eerste helft. NAC Breda met een hele jonge ploeg met wel deze man achterin. Enrico Drost op de weg terug naar zijn schouderblessure. Bellassani, Rienstra, goede combinatie. Weghorst, dan is dat Bellassani. En gaat de bal uit een ongelukkige kluts via doelman Van der Maten. En Enrico Drost toch in het doel. Eigen doelpunt van Enrico Drost. Bellassani hoeft weinig te doen en zo komt Jong Heracles vrij eenvoudig dus op een 1-0 voorsprong. Jong NAC met Anton Joren dus, met voorin wel wat goede namen. Brandon Robinson en Sapong. En Jong NAC wordt wat sterker in de tweede helft. Maar hier toch weer de thuisploeg, Jong Heracles. Met een enorme kans voor Pelopessi en een goede redding van Sven van der Maten. De volgende aanval. Heracles op zoek naar de 2-0. Het werd ook al eerder dit seizoen 2-0 in Breda. Met Rienstra, heel slim balletje, bal op de lat. In de rebound wordt die bal ingeschoten. Maar het feest gaat niet door, want hij staat buiten spel, Hemmink. De wissels dan, met onder andere Ben Ali erin bij NAC. En bij Jong Heracles komt Mart Bekhuis. In een slotfase waarin NAC toch nog wel iets gaat proberen. Met hier Van Baast met de voorzet. De kopbal is net niet goed van die invaller. Een andere invaller, Sam van der Kreken. En eigenlijk is dit de beste kans voor NAC Breda, weet ook coach Anton Joren. Maar die kans komt pas kort voor tijd. En nog even later dan deze vrije trap. Het is een prachtige vrije trap. Hij wordt prima binnengeschoten door Menno Heerkes. Die dat uitstekend doet. Heerkes scoort 2-0 voor Jong Heracles. En dat wordt ook de eindstand van deze wedstrijd tegen Jong NAC. Het was volgens mij 90% balbezit. Maar het is 2-0 een karige afspiegeling van de wedstrijd. Ja, inderdaad. Tot aan de 16 was het, denk ik, het veldspel goed. En daarna de laatste paas was wat minder vandaag. Jullie zijn koploper nu in jullie klasse. Vergoedt dat de pijn een beetje van het feit dat jullie niet wat hoger spelen dit jaar met Jong Heracles? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat als wij hier niet in winnen, dan dat is niet heel best. Het voetbal stond vandaag voorop. De vrije man vinden, snel de bal rond laten gaan. Ik moet zeggen, dat hebben ze goed gedaan. Alleen uiteindelijk werd het haast alleen maar positiespel. Het gaat altijd nog om scoren.